Frans, laten we even naar deze foto kijken. Want je hebt nog twee andere kinderen, ja. Vertelde jij zo even. Die racen niet, neem ik aan, want deze is nog jong, zo te zien. Ja. Kun je wat over die andere twee kinderen vertellen? Dylan en Jason, dat zijn twee kinderen van mijn andere huwelijk, zeg maar, of een relatie. En die racen allebei niet. Terwijl ze eigenlijk ook helemaal compleet in de racewereld opgevoed zijn. Mm-hmm. Dylan die hockeyt dan. En daar ben ik zelf, ik heb zelf voor 14 jaar gehockeyd. Dus hij heeft eigenlijk dat een beetje meegekregen. Mm-hmm. Van het hockeyen. Mm-hmm. En hij is nog te jong voor, hij is wel met 600 autootjes heel druk. Mm-hmm. En hij heeft 101 racebanen thuis. Maar op een circuit. Want hoe oud is hij? Is nu 12. Jason? Ja, wat is er zo bijzonder aan Jason? Want je zegt hij heeft nog heel veel autootjes en... Dat duidt eigenlijk erop dat hij nog wat speels en wat kinderlijk is. Vertel eens wat hij over deze. Hij is een heel aparte. Mm. Hij heeft een geweldige fantasie. Mm-hmm. Hij kan dus eigenlijk een race creëren. Waarin je gaat staan kijken van hoe kom je erbij? Hoe verzin je het? En hij heeft een geweldig teruggaand vermogen. Dus hij weet teruggaand dingen. Teruggaand vermogen? Ja, dus met denken. Hij kan dingen in zijn geheugen naar voren halen die ik al lang vergeten ben. Ja, want hij is licht autistisch of autistisch wil ik niet zeggen. Hij heeft wat geestelijke achterstand. Mm-hmm. Hij is nu 12, 13, maar eigenlijk is hij 8, 9. En hij zit daar op de Maartenskliniek, een geweldige school. Fantastisch. Mm-hmm. En dan zijn wij, Anneke en ik, heel erg blij mee dat Anneke, hij daar zit. Jouw vriendin. Dat is mijn vrouw, die is daar heel erg blij mee en is geweldig. Ja. Ja. Hij is natuurlijk wat anders dan andere kinderen, maar daarom is hij heel speciaal. Ja. En Dylan is eentje die en helemaal gek is van het hockey. Want ik kan me voorstellen van, als altijd alles, als jij altijd... gewend bent om te winnen. Dan weet ik niet of dat zo is voor jou. Ik kan me voorstellen, hè, je hebt een kindje wat minder makkelijk meegaat in de ontwikkeling. Hoe is dat voor jou? Kom je eigenlijk terug in het begin van het verhaal. Mijn vader heeft de top gehad. En dat heb ik daar meegemaakt met chauffeurs en privéjets. Mm-hmm. En ik ga morgen met Ryanair. Het maakt mij niet uit. Mm-hmm. Ik heb kinderen die Europees en veel op tv zijn en alles winnen. Mm-hmm. En ik heb kinderen die thuis de liefste schatten zijn van de wereld. Mm-hmm. Allebei hetzelfde. En wat doet het met jou dat de dingen bij dit kind wat moeilijker verlopen in zijn ontwikkeling? Wat doet dat met jou? Niks, want ik ervaar hem als een geweldige zoon zoals mijn andere zonen. Ja. En daar heb je misschien soms meer lol mee dan met die anderen. Mm. En ook Dylan, dat is natuurlijk een hockeytype. Mm-hmm. En een studententype. En daar ken ik toch weer een beetje van uit mijn studententijd. En eigenlijk liefst zou je zeggen, ja jongens, waarom racen jullie ook niet? Maar dat is niet zo bij mij. Nee. Laat ze hun leven hebben, dat is fantastisch. Hun waarderen mij en ze zeggen niet, zou eens een keer stop met rijden. En ik vind het fantastisch dat hun student zijn en hij thuis een raceshow opvoert waarvan je denkt, waar zijn we dan mee bezig? Maar en dat Dylan, Dylan is 20. En daar heb je ook een bijzondere band mee, want je hebt hem geadopteerd. Nou, geadopteerd. Toen ik met Anneke samen ging wonen, was hij 8,5. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk zijn vader. En zo zie ik het ook. En hij is gelijk met alle andere kinderen van me. En zo beschouw ik het ook. Alleen hij is student. Nou, vind ik fantastisch. Als hij dat leuk vindt, dan zal ik hem daarin steunen. En alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. En dat is het leuke. Ja. Maar hij is natuurlijk een beetje... Dylan gaat het ook heel... Hij is heel slim. Hij kan heel veel dingen. En dat gaat ook heel makkelijk. En dat is bij hem met Jason niet zo. Die moet echt moeite doen voor dingen. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je weer de top en hetzelfde. Ik kan er gelukkig heel makkelijk mee relativeren. Mm-hmm. En vind het heel mooi dat er scholen zijn die dit soort kinderen eigenlijk helpen. Mm-hmm. En daardoor geeft Nederland, en dat vind ik een mooie van dit land, ook dat soort mensen een kans om verder te komen in de maatschappij. Ja. En heb je daardoor ook een diepere band met dit kind? Nou, dieper wil ik niet zeggen, nee. Je hebt natuurlijk een iets andere band mee. Want als ik een van die drie anderen die ik allemaal gelijk zie iets uitleg... Mm. Dan leg ik in één keer iets uit en dan vind ik dat ze dat moeten begrijpen. En aan hem leg ik het misschien drie keer uit. En dan weet ik gewoon, ik moet het drie keer uitleggen. Dat zit gewoon in zijn karakter. Mm-hmm. En dat is zo is hij en dat is fantastisch. En dan maar dat is leuk dat hij dat is. En, ja. Ja. Ik realiseer me nu ook en heb heel veel respect voor mensen die in de bejaardenzorg zitten en in de,
hij dan niet, maar dan echt zwaar gehandicapte mensen begeleiden op scholen. Dus de Maartenskliniek vind ik fantastisch wat die mensen daar doen. Mm-hmm. Dat ze het geduld kunnen opbrengen om bejaarden en andere moeilijke mensen, moeilijke gezondheidsmensen, dat ze die kunnen begeleiden. Ik zou het niet kunnen. Maar hun kunnen niet aan de stuur draaien. Dus gelukkig zijn we er allemaal verschillend in. Want dan zouden we met z'n allen overal op een racebaan zitten. Of met z'n allen iedereen zitten verzorgen. Dat wordt hem ook niet. Ja. Nee, maar goed, jij bent vader, hè, van hem. Ja. Dus jij kan hem... Jij houdt gewoon van hem natuurlijk als evenveel als alle anderen. Ja. Maar ik weet gewoon dat hij iets meer aandacht moet hebben. Ja. Ja. En soms zijn dingen bij Dylan... Maak ik me geen zorgen over. Mm-hmm. Omdat hij heel goed... weet waar hij mee bezig is. Dus hij is heel slim. Mm-hmm. En dat komt wel goed. Mm-hmm. En bij hem weet ik, nou, daar moeten we hem even mee helpen. Want ja, en hoe is dat van verdere invloed op hoe jij in het leven staat? He? Dus de zorg om dit kind? Nou ja... Ben je daar veel mee bezig? Je zegt bij andere kinderen, jongens, gaan ze op eigen benen staan. Mm-hmm. En als ze 17, 18, 19 worden, zullen ze op kamers moeten, want de grote maatschappij staat op de deur te kloppen. Mm-hmm. En bij hem zal dat, weet ik niet hoe dat gaat. Mm-hmm. Maar bij Dylan, Sheila en Mike, toen ze 17, 18 worden, van jongens, gaan we op kamers, hoe gaan we want dat doen? Want ik kan me voorstellen, van jij hebt altijd gedaan wat je graag wil doen, racen, je passie achterna. Ja. Het zijn allemaal heel erg, en dan niet in de negatieve zin des woords, egoïstische bezigheden. Klopt. Ik kan me voorstellen, als je een kind hebt wat moeilijker meekomt en je dwingt om voor hem te zorgen, dat je gaat op een bepaalde manier vormt, ja? Ja, gelukkig heb ik dus dan dat meegemaakt, toch weer terugkomend op vroeger. Ja. De andere kinderen gaan makkelijk en deze gaat dan iets stroeven. Mm-hmm. Maar ja, ik zit in een jet en ik zit in easy jet. Mm-hmm. Dus ja, het maakt mij niet zoveel uit. En wat is meer waard voor jou? Kun je daar... Ja, wat is meer waard? Ik denk dat het allebei evenveel waard is. Ja. Ik denk ook dat je er niet te lang bij stil moet blijven staan. Hij is zoals hij is en dat is fantastisch. En als ik hem naar school breng, lig ik helemaal in een deuk. En als die andere naar school doet, dan denk ik, nou ja. Ja, dus je gezin houdt jou met beide benen op de grond? Nee, dat is mijn opvoeding geweest. Oké. Okay. Ik heb van mijn vader gehoord van, hey, nu sta je in Monaco met prinses Grazia een handje te geven. Mm. Maar de volgende dag zit jij echt de vuilzak aan de straat te zetten. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk... Met kinderen precies hetzelfde. Mm. Morgen heb je kinderen die scoren een doelpunt. Mm. En morgen heb je een kind die tekent een poppetje. Mm. En datzelfde kind die morgen Europees kampioen wordt, moet dezelfde overwinning zijn als dat andere kind wat een poppetje tekent. Okay. En als je die twee dingen kunt relativeren, dan denk ik dat je voor jezelf goed bezig bent. En ik denk dat ik dat ook kan. Ja. Dat ik het geduld op kan brengen om de ene kind iets bij te brengen, dat 6 keer uitgelegd moet worden. En de andere 1 keer. Daar word ik gelukkig heel goed in gecoacht door Anneke. Want zij zegt, denk eraan. En dan soms zeg ik wel steeds, ja, begrijp je nou nog niet? Oh ja, wacht even. Nee, dat moet ik 5 keer uitleggen. En dan begrijpt hij het. Mm-hmm. En die andere is het van een kijkje en dan weten ze het al. Nou, dat word ik, zeg maar, dat is het spel wat je speelt met je vrouw. Dus zij houdt jou ook eigenlijk met beide benen op de... Toch met beide benen met, op de grond. Met het gebied van opvoeden van kinderen wel, natuurlijk. Ja. En maar zakelijk zien laat ze mij compleet vrij en zal ze nooit zeggen van je moet dit of dat doen. Mm-hmm. Nooit. Dat laten we daar even naar gaan kijken. Zakelijk gezien, dit is jouw werk. Dit is wat jij doet. Laten we even kijken naar wat hier gebeurt.
want we zagen net jou aan het werk. Jouw raceteam was daar bezig. Monteurs zag je naar de wagens toe lopen. Jij had overzicht over de situatie. Wat voor type manager ben jij? Ben jij een strateeg? Ben jij sterk sturend? Hoe zie jij jezelf? Nee, ik ben iemand die veel aan de mensen die ik om me heen creëer, toch heel veel de vrije hand geeft. Oké. Ik ben niet een Louis van Gaal, maar meer een architect die de mensen neerzet en het dan zelf laat oplossen. Hoeveel mensen heb je in dienst? Variërend. Het is een beetje welk type race je rijdt en welk type dingen je zit. In zo'n lange afstandsrace als dit ben je echt wel met wat mensen bezig. Mm-hmm. Een mannetje of 15, zeg maar vast in de kern zitten 8 man. Oké. En daar ook weer vanaf onder tot boven. Oké. Succes hangt wel af van hoe goed jouw team dan dus samenwerkt. Kun jij mensen makkelijk vertrouwen? Ja, het is niet zo vertrouwen. Het is meer inzien van wat ze kunnen. Mm-hmm. En het maximale uit iemand halen. Autosport is een sport waar je heel veel vergt van monteurs. Mm-hmm. Je ziet ook in de Formule 1, daar werken ze 8-9 jaar en dan zijn ze leeg, zoals het heet. Mm-hmm. Dan zijn ze op. Die mensen trekken het hele jaar door. Ikzelf zit 23 weekenden op circuits. Ja. Dus het is constant. Ja. Gaan. Alsmaar die druk. Op een gegeven moment zijn ze op. Ja. En dan moet je een vers bloed aanrukken. Alleen de diehards, zeg maar, die blijven. Mm-hmm. Dat zijn er niet zoveel. Sociale aspect valt bij sommige monteurs die krijgen verkering. Mm-hmm. En ik zeg altijd, degene die bij mij solliciteren, heb je verkering? Ja, nou, dan maar zitten. Dan wordt het niks in de autosport. Ja, want je moet vaak in de weekenden. Nee, je bent dus veel weg. Ja, in die zin heb jij de autosport geprofessionaliseerd, hè? Jij laat dus de monteurs en jouw team laat jij slapen in trailers. Ja. Leg daar eens wat over uit. Hoe heb je dat ontwikkeld? We zijn een soort rondtrekkende garage, om het makkelijk te zeggen. Maar ja. Wij gaan naar Squeez, daar bouwen wij woensdags de tent en de pitbox op. Ja. Donderdags vrije training. Vrijdags nog even de puntje op die zetten. Zaterdag. Nee, ik bedoel eigenlijk die trailers, want jij hebt op een gegeven moment bedacht. Nou, dat was er allemaal wel. Hè? Maar je kunt een beetje. Je hebt maar de euro kun je maar één keer uitgeven. En ik wil even uitleggen van als een trailer. Ja. Ja, en daar rij jij, of je rijdt daar de auto's in, maar je hebt ook trailers waarin. Bedden gemonteerd zijn? Nee, het is allemaal dezelfde trailers. Je neemt alles mee. Ja? Je hebt dus een trailer waar 4 auto's in staan, maar ook een keuken in zit, de banden in staan. Dat zit allemaal in 1. En dat hebben we, die bouwen wij zelf. We bouwen zelf race trailers naar gelang. Ja. Bij de markt, het vraagt naar gelang, met de klasse wij rijden. Ja. Met die Porsche die je zag, daar zit 1 auto. Mm-hmm. In 2 trailers heb je daarvoor nodig om alles mee te nemen. Mm-hmm. Maar die laatste auto die je zag, daar kunnen er 2 van in een vrachtwagen en de rest zijn allemaal onderdelen. Maar je hebt in die zin wel de autosport voor jouw klasse geprofessionaliseerd? Daar heb ik gelukkig de mogelijkheden voor gekregen, omdat ik daar de sponsors, de budgets en hetgene waar ik heen moest. Ja, maar dan moet je het nog wel doen en zien van hoe kan ik professionaliseren. Dat klopt. Huh? Maar omdat je je hele leven mee bezig bent, heb je daar een idee om zo en zo wil ik dat doen. Ja. En zo wil ik dat creëren. Ja. En eigenlijk dat teambuilding. Ja. Wat je bij voetbal ook hebt, daar denk ik dat een van de sterkste punten is. Oké. Ik denk als ik niet in de autosport geweest was, dat ik misschien een hele goede personeelsmanager was geweest in een personeel. Omdat ik makkelijk de mensen op een plek zet waar ik denk dat ze het beste kunnen functioneren. Ja. En dat ze stralen op het moment dat ze er staan. Hetgene waar ze goed zijn, dat ik dat eruit kan halen. En dat ik dat op goede momenten ook eruit kan halen. Ja. Heb je dieptepunten meegemaakt in jouw werk met jouw team? Kun je dat even kort? In China heb ik zelf meegemaakt. Dan in 2000 ben ik 230 km per uur. Zonder remmen door een vangrail heen gevlogen. Zonder remmen? Ja. De remmen gingen waren kapot. Kwam door, kan door steenslag of door een oorzaak zijn dat je op een rechtstuk rijdt. Ja. En dan kan er iets stuk gaan. Dat blijft mechanisch natuurlijk. En ik kom aan op een bocht waar je eigenlijk met 40 doorheen moet. En ik rem geen pendaal. Normaalwijs zijn de uitloopstroken. Alleen in Macau zijn geen uitloopstroken. Dat is een stad. Zelfs als Monaco. En daar vlieg ik door een barricade heen die niet goed vast stond. Mm-hmm, mm-hmm. En ik vlieg het publiek in. En daar zijn wat doden bij gevallen. En, zo, dat is echt een dieptepunt. Heb ik zelf het ziekenhuis gelegen daar en dan zie je weer wat voor een geluk wij hebben hier in Nederland. Wat had je toen? Ik had een gebroken rug, gebroken ribben, inwendige bloedingen,
hersenschudding. Oh mijn god. Was er nog meer? Ja, van alles. Oh? Dus ja, maar daar moet je toch... Ternauwernood overleefd dus. Ja, maar ja, dat is wat ik bij het kartongeluk ook. En toch weer door gaan racen. Ja, want je beroep als jij als timmerman van de steiger afvalt, denk je dat je dan Ja, het is je beroep, maar ja, nou, je speelt met je leven feitelijk. Ja, dus kijk je daar dan zo sec tegenaan? Ja. Ja, een timmerman ook. Als die man van één hoog naar beneden valt, en dan kan hij ook precies met zijn hoofd op een ding en dan is hij dood. Maar die staat de volgende dag of een week later als zijn been weer geheeld is, staat hij ook weer op die steiger te metselen. Dat is met iedereen. Als jij morgen verkeersagent bent, dan moet je ook maar elke keer hopen dat je lui stoppen. Anders reis je ook voor je toetje. Nou, dus laten we eens even naar dit fragment gaan kijken, want dat is dan wel interessant. Het veld ligt iets uit elkaar ten opzichte van de kop nu, maar Schumacher blijft aardig bij. In de warm-up vanochtend kon hij niet volgen. Dit is het gevecht om de koppositie. Het is hard om Senna da Silva hier vanaf de wagen van Schumacher te zien. Senna gaat eraf! Ayrton Senna schiet eraf! Op een volgaspositie gaat Ayrton Senna radeloos rechtdoor. Ja, dit is natuurlijk gewoon drama, hè? Maar hij heeft pech gehad, Jan. Hij heeft zeker pech gehad, hij is overleden. Als je dan kijkt naar wat jij zelf hebt meegemaakt in Macau... Heb ik geluk gehad. Ben je bang voor de dood? Nee. Nee? Nee. Moet je ook niet meer stilstaan. Daarna stapte jij dus weer in de auto. Het is zelfs zo. Ik ben teruggekomen uit China met die gebroken rug, wat ik niet wist. Je wist niet dat je gebroken rug had? Nee, in China hebben ze mij. En daar ben je dus eigenlijk in Nederland heel goed. Mm-hmm. China krijg 100 foto's en zeggen je hebt... het is gekneus, gebroken ribben, maar verder niks. En hoe lang duurde je herstel met de gebroken rug? En ik kom terug in Nederland en ik kom hier bij de kinesius. Ja. En dokter Norel ziet die foto's niet meer bewegen, want je hebt bijna een dwarslesie op 1 mm na. Mm-hmm. Dus ik ben helemaal teruggekomen met vliegtuigen, alle taxis enzovoort vanuit China. Wel heel veel pijn en medicijnen en andere ellende. Mm-hmm. En ze zien daar niet dat je dus hebt. En in Nederland zien ze gelijk de paniek en de grote dingen. Gelukkig zei het Kniesjes met die dokter, wat een fantastische man is. Dokter Norel, heb ik nog heel veel aan te danken. Die zegt van, ja, je hebt wel heel gecompenseerd gebroken. Want het was niet alleen gebroken, maar ook verbrijzeld. Mm. Dus ik had eigenlijk een paar dingen achter elkaar. Ja. Hij zegt, wat wil je? Ik zeg, ik moet in maart rijden. Want ik heb een contract en dat is mijn beroep. Mm-hmm. Timmerman valt van de steiger af, kan niks verdienen als niet. Dus ik moet weer verdienen, dus ik moet in maart rijden. Dan heeft hij in 5 maanden tijd 2 keer geopereerd. Precies met dat verhaal dat ik precies in maart... of in 2 april was geloof ik weer in een raceauto kon zitten. Het is natuurlijk heel nauwkeurig. Met een geweldig programma heb ik gehad. Een revalidatie bij het Sanadoom. Ben ik heel goed opgevangen. En heb ik daar zeg maar 5 maanden lang aan revalideren gewerkt. En met Pasen zat ik weer in een auto. Zonder angst? Ja, want anders moet je niet rijden. Natuurlijk, iedere coureur heeft angst. Want als je geen angst hebt, moet je niet gaan racen. Mm-hmm. Dat zou niet goed zijn. Je moet altijd weten, oh god, als dat is, dan gaat het verkeerd. Je moet altijd met een soort... weten waar ligt mijn grens. Maar hoe komt het dat jij niet bang bent voor de dood? Als het komt, komt het, denk ik. Ik denk, kun je niet tegenhouden. Kijk, Senna heeft vreselijk veel pech gehad. Echt heel veel pech. Hoe komt het dat jij niet bang bent voor de dood? Jij zegt, als het komt, dan komt het. Ja, maar dat is toch met iedereen. Ben jij wel bang voor de dood dan? Maar wij hebben het niet over jou. Ja, dan moet je uitkijken met oversteken. Want er zal maar een gek aankomen die je... Nee, dan moet je niet meer stilstaan. Nee. Ik denk dat autosport zo veilig is... dat als ik zie hoe voetbal is, dat levensgevaarlijk is. Dan denk ik zo, die schoppen ze nog eens een keer helemaal dood. En bij mij stappen ze uit. Maar is het dan niet zo dat jij dan de risico's eigenlijk wegrationaliseert? Hè? Want... je zegt van, nou, ik trek de lijn even met voetbal. Daar kun je een doodschop krijgen. Maar we zien net Senna en die verongelukt... 1994. Ja. Jij in Macau. Ja, klopt. Maar ik heb het overleefd. Ja. En dan zeg ik, ja, tegenwoordig is die auto zo veilig. Na Senna is er een complete evolutie op gebied van veiligheid gekomen... die doorgevoerd is ook in de personenauto's. Als je ziet wat er op het ogenblik minder mensen overlijden of doodgaan in een auto-ongeluk, is heel veel te danken aan autosport. Ja. Wij doen heel veel. Ik kan je nu al vertellen dat auto's over 4-5 jaar allemaal met elektrische energie rijden om mensen afremmen. Wordt die energie omgezet in elektriciteit en dan trek je weer mee op. Daar zijn wij al lang met autosport mee bezig. Dus wij hebben dus eigenlijk profijt lering getrokken uit de dood van Senna. Nou druk je het heel, heel direct uit, maar wij hebben geleerd.
van de dood van Senna. Van als wij zo'n auto zo bouwen, mm-hmm. heb je kans dat er iemand daardoor dood kan. Wij hebben dus door middel van airbags, door middel van constructies van rolkooien in auto's, die in de autosport helemaal doorgevoerd worden. Mm-hmm. En die zie je terug in auto's. Okay. Renault is daar heel erg goed in. Die is een van de veiligste auto's door middel van de autosport wat ze zien en kunnen construeren. Oké. Okay. En Senna is wel op gebied van veiligheid een versnelling ingezet. En ja, maar dat is altijd koe, kalf, put. Laten we even kijken naar dit fragment. Verschuur vraagt om hulp en probeert zijn wagen van de banden af te krijgen, want hij wil doorgaan. Verschuur had de leiding in de stand om de Benelux Cup en wil natuurlijk niet te veel plekken verliezen. De leiders zijn er dus nu nog twee. Met nummer 2 Valentijn Simons en met nummer 9 Leen de Groot. Vorig jaar nog juniorrijder. En daar staat Verschuur. Probeert zijn wagen aan de praat te krijgen. Dat lijkt te lukken, maar hij loopt nog niet erg goed. Terug bij Christian Muratet en voor ons nog steeds Dirk Leijsen met 40 en Jacques Marquet in de witte wagen. En Leijsen schuift een plaatsje op. Het lastige knikje weer, waar ze het rechte stuk op komen. En aan het einde van het rechte stuk lopen ze ruim 200 km per uur. Daar gaat Verschuur weer, heeft zijn wagen aan de praat. En wat gebeurt er? Hij sluit aan achter de koplopers. Hij heeft 2 rondjes achterstand opgelopen. De gele wagen is die van Valentijn Simons, de witte die van Leen de Groot. En Verschuur ging meteen vol de wit tegenaan. Hier zijn dus de 2 koplopers. De gele wagen van Simons, daarachter met nummer 9 de Groot. En daar dan achter, Frans Verschuur. Het deerde hem totaal niet dat hij op zijn zijkant gegaan was. Startte de wagen en blies weer vol mee. En dit is met nummer 77 Christian Muratet die een plaatsje opgeschoven is. Hij is de witte wagen van Jacques Marquet met nummer 14 voorbij gegaan. En voor hem rijdt nog Dirk Leijsens met 40. Hij ligt nu op een 6e positie. De leider stand weer en het is Leen de Groot in de witte wagen die leiding genomen heeft. En Frans Verschuur zorgt ervoor dat hij nu nog maar 1 rondje achter ligt. Hij haalt gewoon de leiders weer in. Bijzonder knappe positie. Leen de Groot leidt nu dus de wedstrijd. Frans Verschuur rijdt daarvoor met 1 rondje achterstand. En de 2e plaats is er voor Valentijn Simons. Hij heeft een foutje gemaakt, daardoor viel hij wat terug. En hier weer Frans Verschuur. Achter hem rijdt dus de leider in de wedstrijd, Leen de Groot. En dat alles in de laatste ronde. 2e plaats voor Valentijn Simons en zo zou het ook blijven. Leen de Groot wint dus hier in Colmarberg. 2e Valentijn Simons, 3e Hendrik Jan de Vries, 4e Jean-Michel Tiapiero en 5e Dirk Leijsens. Na afloop Frans Verschuur. Frans, als er nou mensen zeggen die man is niet normaal, wat zeg je dan? Waarom niet normaal? Ik vind dat perfect zo. Het is natuurlijk voor mijn... Voor mijn positie in het kampioenschap zeer slecht, maar voor het race-element is het natuurlijk perfect. Je moet doorgaan tot het einde en ik dacht dat ik dat wel gedaan had. Ja, waar haal je dat vandaan? Want de meeste mensen, bedoel, als je op je zijkant terechtkomt, die zeggen aan mijn lijf geen Polonaise, stap uit. Ik denk dan, nu gaat het echt beginnen. Maak de borst maar natter, was hij al, maar nou nog natter. Ja, Piero en 5e Dirk Leijsens. Na afloop Frans Verschuur. Frans, als er nou mensen zeggen die man is niet normaal, wat zeg je dan? Waarom niet normaal? Ik vind dat perfect zo. Het is natuurlijk voor mijn positie in het kampioenschap zeer slecht, maar voor het race-element is het natuurlijk perfect. Je moet doorgaan tot het einde en ik dacht dat ik dat wel gedaan had. Ja, waar haal je dat vandaan? Want de meeste mensen, bedoel, als je op je zijkant terechtkomt, die zeggen aan mijn lijf geen Polonaise, stap uit. Ik denk dan, nu gaat het echt beginnen. Maak de borst maar natter, was hij al, maar nou nog natter. Frans, doorgaan tot het eind. Nooit opgeven. Wat betekent vechten voor jou? Nou, als je een doel voor ogen hebt, maakt niet uit wat, dan probeer ik toch dat te bereiken. En ik denk in de sport dat je dat moet doen. En dan, als je dat dan bereikt, dan kun je die emotie ook verklaren. En ik weet hoe dat is. Dan bij andere mensen, als ze zeg maar op een podium staan en dan weer de tranen laten lopen. Dan denk je, ja, die hebben er alles voor gedaan. Ja. En dat hebben ze dan bereikt. Ja. Ik denk ook alleen als je zo met zo'n instelling, dat je er dan komt met de top. Zeker als je, want ik ben niet zo heel getalenteerd in autosport, vind ik zelf. Ik heb er heel veel voor moeten doen. Mm-hmm. Is natuurlijk wat makkelijker. Als je wat meer talent hebt, dan gaat het allemaal makkelijker. Mm-hmm. Dat zie je bij voetbal ook. Zo'n Romario, die schopt van alle hoeken erin. En een ander staat 20
uur per week te trainen toch, om een balletje erin te schoppen. Maar toch, feitelijk kun je met je lichaam kun je passie omzetten in prestaties. Hè? En dan kun je daarmee je doelen verwezenlijken. Je wordt nu wat ouder. Ik maak nu een bepaalde redenatie. Je wordt nu ouder. Je lichaam kan dit soort capriolen niet meer uithalen. Hoe sta jij daarin dat je dan bepaalde doelen niet meer kan verwezenlijken in de toekomst? Want al jouw doelen zijn tot nu toe zeer fysiek geweest. Ja, maar dan vind je het weer leuk dat je kinderen iets anders doen. En dan haal je daar alweer je doelen in. Dan als je zeg maar, als je maakt niet uit welk kind, of hij scoort een heel mooi doelpunt met hockey, of hij wint een race, of hij fietst voor de eerste keer de straat uit. Dat zijn dan je doelen. Ik denk dat bij iedereen dat gelukkig maar ook kunt verzetten. Want anders krijg je natuurlijk in de sport een drama. Wat ga jij doen als je op een gegeven moment niet meer alle weekenden naar circuits toe kan en zelf niet meer kan racen? Valt er dan een heel stuk van jouw geluk weg? Nee, dat ebt weg. Dat valt niet weg, dat ebt weg. Ik race zelf nu wat minder. Ik rijd alleen lange afstandsraces die wat moeilijker zijn. Mm-hmm. Waarin ik dan beter tot mijn recht toe kom. Mm-hmm. En dat gaat gewoon heel langzaam. En wat komt daarvoor in de plaats? Wat komt daarvoor terug? Wat voor nieuwe passies krijg je op het moment dat het... Dat je kinderen of anderen, dat je die wat ziet opgroeien en dat die wat scoren in de sport of scoren in andere dingen die je leuk vindt. En dat vind je dan leuk. Ja. En dan zie je daarvoor. Ik kan vreselijk lachen om sommige programma's op tv. Dat vind ik, dat ga je dan op letten. Oké, laten we daar eens even naar gaan kijken. Een fragment dat je hebt uitgekozen. Ik moest het doen. Ik heb gisteren even Gert-Jan Verbeek een sms'je gestuurd. Weet je, dat... Doe nou niet, joh, met de vierde man, joh. Dat moet je toch niet doen. Kom dat is nou emoties geworden. Op. Ja, ik had een mesje gestuurd. Ja, natuurlijk mag jij even kijken. Oh, dus, dan gaan we hem even openen. Maar je had het gezien zaterdagavond. Ik had hem dit sms'je, moest ik hem sturen. Wat staat, ik kan niet meer zo goed lezen. Dit heb jij gestuurd aan hem. Ja. Heb jij enig idee hoe het leven moet zijn in de wetenschap dat je de vierde man bent? Hoe leg je dat uit aan je ouders? Dat is toch het hele verhaal. Hoe moet je nou aan je ouders uitleggen dat je de vierde man bent? Ik bedoel, je kan dus niet fluiten en niet vlaggen. Nee. En dan word je dus de vierde man. Ja. En het erge is, wat zeg maar, dat hebben ze dus ook in de paspoort staan. De vierde man. Stel je voor, zo'n vierde man die gaat met zijn vrouw naar een parenclub. Ja, nee, maar stel voor. Ja. Dan zit je aan de bar en dan moet je dus uitleggen waar je bent. Dus dan zeggen ze, wat doe jij? Dan zegt hij, ik ben de vierde man. Dat houdt dus in dat er dus drie voor hem geweest zijn. Frans, jij hebt dit fragment uitgekozen om te laten zien, want jij vindt het hilarisch. Wat vind je hier grappig aan? Nou, eerst maar vind ik René van der Gijp een verschrikkelijk goede man. Een geweldige humor hebben. En hij is eigenlijk het tegengestelde van wat ik zelf altijd ben geweest. Ik heb er heel veel moeite voor moeten doen. En ik heb mijn maatschappelijke leven een beetje verwaarloosd, wil ik niet zeggen. Maar ik heb de sport heel erg naar voren toe getrokken. En hij is eigenlijk iemand die eigenlijk veel meer had kunnen presteren. En eigenlijk het maatschappelijke belangrijk vond. En niet zo erg de sport. Die man had, weet ik waar, kunnen voetballen. Zo goed was die. Ja, want je had het er straks over talent. Hè? Dit is dus iemand met talent. Hij had heel veel talent. Ja. En hij heeft er eigenlijk niet zoveel gebruik van gemaakt. Ja. Want hij wou ook de kroeg in. En ik heb verschrikkelijk mooie verhalen van hem gehoord. Dat hij allemaal uitgehaald heeft. Lig je in een deuk. En hij heeft zijn hele leven natuurlijk vreselijk gelachen. Terwijl hij eigenlijk meer uit zijn sportwereld kunt halen. En ik heb misschien heel veel moeite gedaan in mijn leven om te bereiken wat ik bereikt heb. En ik heb nooit zoveel bereikt als hij. Mm-hmm. En, maar ik heb daardoor misschien maatschappelijk minder plezier, wil ik niet zeggen, maar minder dingen gedaan. Maar dat vind je dus grappig. Hij heeft het leven geleid dat jij eigenlijk had willen leiden. Nou, hij heeft het andersom gedaan. En dan zeg ik, maar wat vind je er grappig aan? Ja, hij heeft gewoon, hij maakt van alles, maakt hij plezier en maakt hij een lolletje van. En ik ben altijd heel serieus geweest. Ja, maar hij leidt dus het leven misschien wat jij had willen leiden. Ja, misschien wel. Maar achteraf blijkt ook dat die man natuurlijk geestelijk heel erg uitputtend is voor zichzelf.
Want hij is een tijdje overspannen. En ja, dat is misschien ook omdat hij misschien dat leven wil rijden. Mm. Ik word overspannen omdat ik misschien wil scoren en wil winnen. En hij wordt overspannen omdat hij niet relaxed genoeg is. Okay. En dat relativeert hij. En hij heeft zulke mooie anekdotes. En daar is hij heel erg goed in. Dus hij, ja. Anekdotes, waar het hart van overloopt. Ja, ja. Hij is echt hele leuke verhalen heeft hij. En ik denk als je zo'n vent uitnodigt op zijn verjaardag, dat je dan vreselijk veel plezier hebt. Ja, 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 ja. Eventjes naar iemand die ook heel goed kan relativeren. Ter afsluiting, want het is iemand die nog iets tegen jou wil zeggen. Laten we daar even naar gaan kijken. Frans heb ik leren kennen toen ik naar Nijmegen kwam vanuit het Gooi. In 1964, op de lagere school, in de vierde klas. En de leraar bracht me naar binnen. Het jaar was al begonnen. En toen pakte de leraar me beet en die zegt: jongens, dit is een jongen die komt uit het Gooi en die moet jullie een beetje helpen. En Frans was de eerste die zei: nou, dat doe ik wel. Ja, langzamerhand vanaf de vierde klas. Ja, wat ga je doen? Kattenkwaad uithalen. En daar was Frans geweldig in. Hij verzon altijd wat leuks. En wij deden mee. En wij waren zelf ook niks beter. Regelmatig strijd tussen pa en zoon. Maar daar zat ik wel bij. En zat ik wel tussen. En vaak was het ook wel een beetje lachwekkend. Maar Frans was altijd wel met zijn eigen wil bezig. En zijn moeder steunde hem daar wel altijd in. In zijn eigen wil. Maar vader had toch altijd iets van... Zo en zo moet het. Nou, zei Frans, ik probeer het zelf al op mijn eigen manier wel te doen. En dat lukte hem heel aardig. Hij vindt op alles wel een oplossing. En op wat voor manier dan ook, hij vindt het. Hij vindt het. Hij heeft een grote vriendenschaar, had hij om zich heen, maar ook een grote kennissenkring. En hij heeft altijd wel een of andere manier ergens dat als iets niet lukt, dan vraag ik het wel even die of die. En dan kwam er wel een oplossing. Ja. Zijn moeder was heel erg voor gezelligheid. En Frans was als enig kind, had geen broers en zussen, veel vrienden over de vloer. En zijn moeder vond dat leuk, dat die vrienden er natuurlijk waren. En hij vindt het ook leuk als we met meerdere mensen waren, hè, dat we een beetje gezellig, een kopje thee drinken met z'n allen, hè, een beetje flauwekullen, moppen tappen. Want humor is bij Frans, staat nummer 1. Hij vindt het heel erg belangrijk dat er humor in het hele leven zit, zullen we zeggen. Dus een leuke anekdote is dat we als vrienden, als jonge mannen van 12, 13 jaar waren we aan het spelen met vrienden ergens in een bos of bij mensen thuis in de tuin. En op een gegeven moment was het echt een beetje knokken, maar echt knokken tegenover elkaar. En Frans en ik ook tegenover elkaar. Toen zei Frans tegen mij: Fenne, hij noemde mij altijd Fenne, Fenne, zet je bril af. Ik zei: ik zet mijn bril niet af. Hij zei: Fenne, zet nou je bril af, anders sla ik je op je kop. Ik zei: moet je eens proberen. En boem, ik had hem te pakken. En de bril sloeg hij in tweeën, geloof ik. Maar dat was na 5 minuten ook weer over. Dat was geen echte ruzie. En toen hij eenmaal 18 jaar was en hij had al, geloof ik, op zijn verjaardag had hij ongeveer al zijn rijbewijs. Zeiden we: nou, weet je wat, we gaan op vakantie met die traction naar Zuid-Frankrijk. Naar Saint-Tropez. En we zijn met z'n drieën zijn we gegaan. Ton Meijer, een vriend, een goede vriend. En we zijn richting Frankrijk gereden en we rijden door het Franse landschap, heuveltje op heuveltje af. Er werd niet opgelet en op een gegeven moment waren we met een vaartje van 70, 80 kilometer, waren we opeens een driebaans snelweg overgestoken zonder dat we het enigszins gezien hadden. En voor ons en achter ons schoven de vrachtwagens luid toeterend. Voor ons voorbij en we waren alle drie zo geschrokken. We stopten na een paar meter. Ik zei: Frans, zullen we nou eens een keertje opletten met wat we doen? Nou ja, het heeft geloof ik 10 minuten weer geduurd en toen kwamen we in de buurt van Saint-Tropez. En daar zijn de beroemde 1000 bochten van Saint-Tropez. En daar ging hij weer door de dalen en met allerlei afgronden. En Frans vond niks mooier als met die oude traction door die bergen te racen. En totdat we uiteindelijk... met het zweet, zullen we zeggen, in de bilnaad, zoals we dat dan noemen, kwamen we aan in Saint-Tropez. En toen had hij ook een kroephoekbakker. Had hij in de showroom, de huidige showroom, had hij daar een kroephoekbakker zitten. En dat was een Indische man en die was de hele dag daarmee bezig, maar hij daar sloeg de vlam in de pan. En
die man die kwam naar buiten en zei, Frans Emmel, Frans Emmel. Hij zei, ja, hoezo Emmel? Nee, niks, bel de brandweer maar. De hele boel stond in de fik. En Frans werd als een klein mannetje. Hij zei, wat moet ik nou? Mijn hele bedrijf fikt af. Ik zei, jongen, komt allemaal goed. Je bent verzekerd. Het komt allemaal goed. Weet je, Frans is altijd dus na de hand met die racerij bezig geweest. En de racerij is in de weekenden, nou, door de week werd er gewerkt. En in de weekenden, die waren er niet meer dat we met als vrienden met elkaar omgingen. Nee, dat was geen tijd meer voor. Maar we spreken elkaar natuurlijk bijna dagelijks nog. Maar echte vriendschap, dat wil zeggen dat je elkaar met ellende deelt en vreugde, dat wordt steeds minder natuurlijk. En hij heeft natuurlijk zijn vriendin, Anneke, die hem daarin steunen kan. Ja. Wat ik bewonderenswaardig aan hem vind. Ja, ik heb me verbaasd over hoe groot hij is geworden wat betreft zijn racerij en zijn hele wereldje van de racerij, zou ik maar zeggen. Dat is, vind ik geweldig. Hij is bij iedereen bekend. Als je op Zandvoort of op Francorchamps met hem loopt, iedereen kent hem. En het is natuurlijk wel iemand die al wat jaartjes meeloopt. Maar hij is heel erg populair ook bij de mensen. Hij kent iedereen. Hij is bevriend ook eigenlijk met iedereen in de racerij. Dat, zover je van vriendschap kunt spreken. Maar hij is gigantisch. Wat hij aan mensen kent en wat hij aan mensen met mensen samen beleeft en zeker in de racewereld, wat hij daar allemaal mee bezig is. Ja, daar sta ik versteld van, dat zo groot is geworden. Had ik eerlijk gezegd niet achter hem gezorgd. Nou, wat ik hem wens, en dat zal Anneke beamen, een beetje meer rust in zijn kont. He, dat hij echt ook eens een keer rustig kan genieten, ook op zijn vakantieadres. Nou, op zijn vakantieadres is hij nog aan het werk, aan zijn huis. En dan is er weer dat kapot. En hij neemt geen rust. En ik zeg wel eens, als je 65 bent, wat ga je dan doen? Ga je dan echt genieten van... Ik heb het idee van niet. Ik denk het echt niet. Ik denk dat hij... Nou, ik denk... Nee, hij blijft maar bezig. En hij blijft maar bedenken van, God, wat wil ik nog meer? En wat kan ik nog meer? Ik denk dat hij zich al gauw thuis zou vervelen als hij niks meer zou doen. Maar echt genieten van het leven, soms denk ik wel eens een beetje meer rust nemen en een beetje meer misschien je vriendschap en je dingen weer wat aanhalen. Frans, nee, maar even wachten. Ik ben even emotioneel. Oké, Frans, 47 jaar zijn we al bevriend. De laatste tijd hebben we wat minder tijd voor met elkaar wat in de weekenden te doen, maar dat zal in de toekomst wel weer terugkomen. Het gaat je goed en probeer er een beetje meer rust in je kont te nemen. We zien elkaar bijna iedere dag en laat dat zo blijven. Tot ziens. Tuur, ik wil je nog één ding vragen, als dat kan. Jij gaf net aan van, nou, het raakt me even. Ja. Wat raakt je precies? Nou, Frans en ik hebben heel veel met elkaar meegemaakt. Zijn vader en moeder zijn overleden en dat, wij waren vrij close. En dat, hij vond het altijd fijn als ik dan ook bij hem was. En, ja, we hebben onlangs, zijn vader is al wat langer dood, dus zijn moeder is onlangs of al een paar jaar geleden overleden. En nou, dat raakte mij altijd. En Frans zei altijd, als een goede vriend doen we dat samen. En dat is zo gelukt. En we zijn, wat dat betreft ben ik wel een beetje emotioneel daarover. Ja. Maar op deze manier, dat is wel een teken van een hele diepe vriendschap. Ja, dat is het. Dat is het. Ondanks dat het toch niet altijd aan de oppervlakte te zien is, maar we geven heel veel om elkaar. Ja, precies. Want dat valt eruit te halen. Want dat is misschien de kern van dit interview. Je stapt niet meer en de leuke oppervlakkige dingen. Maar in de basis, die diepgang is er nog altijd. Ja, we weten zoveel van elkaar. En we weten, bijna automatisch zouden we dingen met elkaar nog kunnen doen. Maar ja, daar is even geen tijd voor. Je familie, je gezin. Frans zegt ook altijd vriend tegen me. Hij noemt me niet Tuur, vriend, zegt hij dan. Nou, dat doe ik dan ook wel terug. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. Nou, Frans, wat is je reactie? Ja, zo is hij. Ja. Hij heeft, gekozen niet voor de weg die ik heb. En dat is, maar wat hij zegt, dat is vriendschap hoef je elkaar niet elke dag te zien. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk maar 2 of 3 vrienden en die zie ik niet zoveel. Maar als er problemen zijn, dan zijn ze er. Mm-hmm. En bij hun ook. Ja. En ik denk dat dat vriendschap is. En de vriendschap dat je elkaar elke dag ziet, ja, dat hoeft geen vriendschap te zijn. Nee. Vriendschap is iets wat je voelt. Mm-hmm. En dat voel ik met Tuur en met Michel.
Peter. En dat zijn eigenlijk de drie, Bernard misschien. Dat zijn de drie die een beetje eromheen... je kunt niet 100 vrienden hebben, dat gaat niet. Nee. Natuurlijk, inderdaad, vanaf mijn vierde klas lagere school en mijn hele leven lig ik in een deuk met hem. Maar ik ben meer de snelle wereld opgegaan en hij is meer... Meer de sociale wereld op. Wat hij heeft, vindt hij goed. En ik moet altijd weer zoeken, doen, sneller. Want wat hij zegt, van nu leef je om te werken. Ja. Wat Tuur vermoedt van, die rust gaat nooit komen. Wat denk jij zelf? Nou, daar kan hij wel eens gelijk in hebben. Ik probeer het wel, maar het lukt me gewoon niet. Wat hij zegt, als ik mijn vakantieadres ben, dan begin ik gewoon... als ik aan binnenkom, dan zie ik al, dat moet ik maken. Hoor. Dat klopt niet, of dat zou ik... Dat zou ik ook... Ja, dat zijn dingen, dat zit in je. En hij heeft ooit een keer tegen mij gezegd, een mooie woorden, van je leeft om te werken mm-hmm. en hij werkt om te leven. Ja. En dat is echt, daar heeft hij helemaal gelijk in gehad. En gaat dat bij jou? Ik kan dat niet veranderen. Niet gebeuren? Ik kan dat denk ik niet. Ik probeer het wel. En ja. ik ben er echt wel mee bezig, ook richting mijn familie natuurlijk. En dat is misschien wat je in emotie in de sport hebt, dat je heel veel voor moet laten om iets te bereiken. Dat heb ik geprobeerd. Na je pensioen misschien? Ja, maar gelukkig verschuift de regering de pensioen naar 67-jarige leeftijd. Dus en jij wil eigenlijk gewoon blijven dus werken? Dus als ik 67 ben, hoop ik dat ze het verschoven hebben naar 75. Jij en wil dan gewoon eigenlijk gewoon het liefst blijven werken tot je dood. Ja, ik denk op het moment dat ik stop, dat ik dood ongelukkig word. Ja. En Tuur geniet van het leven. Hij hockeyt nog steeds. Ik kan het helaas niet meer, maar ik heb heel veel met hem gehockeyd. Mijn knieën zijn door het hockey kapot. Ik heb dus eigenlijk alle muren in elk circuit gezien met 200 km/u. En ik ga door het hockey, kan ik niet meer sporten. Mm-hmm. Dat vind ik heel erg. Maar racen en werken, jouw passies? Nou, kijk, racen is mijn werk, hè. Ja. En mijn nu langzamerhand is het voor je hobby werk geworden. Dus niks mooier als dat. Ja. Maar het heeft ook een beetje de overhand genomen. En ik probeer het terug te draaien, dat is heel moeilijk. Maar jij zegt eigenlijk, ik wil eigenlijk gewoon het liefst altijd bezig blijven en blijven werken. Ja. Ja. Ik denk als ik niet meer zou het racebedrijf zou hebben, mm-hmm. dat ik weer iets anders verzin. Mm-hmm. En wat? Ja, dat weet ik niet. Nou, dan wens ik jou daar heel veel geluk en heel veel succes mee. Bedankt dat je ons een kijkje wilde geven in jouw leven. En, graag gedaan. Ja, het allerbeste. Dank je wel. Bedankt. En u natuurlijk ook hartstikke bedankt voor het kijken. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kunt u een e-mail sturen naar Hemd van het Lijf. @wiegen.tv. Volgende maand zijn we er weer met een interessante gast. Wie dat is, dat houden we nog even geheim. Maar blijf vooral kijken en tot de volgende keer. Dag.